Hallo iedereen, vandaag gaan we de verschillende soorten jassen bespreken en hoe we hiervoor de juiste maat moeten kiezen. Motorjassen zijn een van de belangrijkste onderdelen van je uitrusting omdat ze je borst, armen en rug bedekken. Het is dus belangrijk om in gedachten te houden welke functies je krijgt en voor welke je jas wilt gaan gebruiken. Daarom hebben we onze video vandaag onderverdeeld in textiel en lerenjassen en hebben we daar ook weer een paar onderverdelingen in gemaakt, zodat we je de voor- en nadelen van verschillende soorten jassen kunnen laten zien. Maar eerst wat info over de veiligheidscertificeringen. Je kunt verwachten dat bijna elke motorjas wordt geleverd met beschermers in de schouders en ellebogen en een zak voor een rugbeschermer. Deze beschermers zijn vervolgens gecertificeerd volgens de CE level 1 of 2 waardes, waarvan 2 de beste is. Er is ook een nieuwe norm van jassen, namelijk de PREN-certificering. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. Om te beginnen hebben we je basic leren jas. Deze worden meestal urban of lifestyle jassen genoemd. Ze zijn vaak gemaakt van rund- of bisonleer en bieden je de nodige functies. Ze worden geleverd met geïntegreerde beschermers in de schouders en ellebogen en worden meestal aangeboden in een geperforeerde of een niet geperforeerde versie, afhankelijk van de temperaturen waarin je rijdt. Dit soort leren jassen hebben een casual stijl die past bij een verscheidenheid aan motors en ze kunnen gemakkelijk op of naast de motor worden gedragen. De nadelen van leren jassen zijn dat ze niet echt waterdicht zijn en bij zeer koud of warm weer te warm of te koud zullen zijn. Ook zijn er vaak niet veel aanpassingsmogelijkheden op een leren jas. Vervolgens hebben we casual textieljassen. Dit soort jassen zijn de laatste tijd steeds populairder geworden. Ze zijn ontworpen voor stadsrijders omdat ze voor op of naast je motor geschikt zijn en deze zullen dus ook erg veel lijken op je gewone jas, maar dan met protectors voor op de motor natuurlijk. Ze bieden ook vaak een verscheidenheid aan voeringen en ze zijn meestal lichter omdat ze volledig uit textiel bestaan. Hierdoor zullen ze beter bestendig zijn tegen verschillende weeromstandigheden dan leren jassen, maar ze zullen niet zo goed presteren als de touringjassen. Nu we toch met touringjassen bezig zijn, zullen we hiermee verder gaan. Deze bestaan voornamelijk uit mesh of textiel, waardoor je de perfecte jas voor jouw rijstijl kunt aanschaffen. We zullen beginnen met de meshjassen, die ideaal zijn voor tijdens de warme zomermaanden. Ze hebben meestal mesh bij de borst, onder de armen en op de rug. Dat mesh zorgt voor een goede ventilatie, waardoor deze jassen geschikt zijn voor tijdens de warme dagen. De jassen zijn meestal ook zeer licht en omdat dit een eenvoudig materiaal is, zijn de jassen vaak ook veel goedkoper dan leren jassen. Een nadeel van dit mesh is dat het niet waterdicht is en met te veel luchtinlaten niet geschikt is voor het rijden bij koud weer. We hebben dus ook de volledige textiel tourjas. Deze hebben de meest geavanceerde functies zoals waterdichtheid, Gore-Tex of thermische voering. Ze bieden ook een hoger beschermingsniveau omdat deze soms wordt geleverd samen met de rugbeschermer. Ze bieden je dus een maximale bescherming voor een textieljas en dat tegen hoge of lage snelheden en weersinvloeden. De nadelen hiervan zijn echter dat deze vaak duurder zijn en dat je deze na een val best moet vervangen. Aan het einde van de touringcategorie hebben we de adventurejassen. Deze zullen veel overeenkomsten hebben met de touringjassen, maar in een robuuste, versterkte versie. Deze jassen bieden je meestal de grootste ventilatie, waardoor ze geschikt zijn voor elk seizoen. Ze hebben veel verstelbaarheid en functies en ze hebben meestal een hogere CE-level bescherming. Nadeel is dat er vaak wel een pittig prijskaartje hangt aan al deze kwaliteit en eigenschappen. Dit brengt ons tenslotte bij de laatste categorie en dat zijn de sportjassen. Deze bestaan bijna uitsluitend uit leer vanwege de hoge slijtvastheid en scheurweerstand. Deze jassen zullen ook enkel van de meest geavanceerde functies bevatten die je in de MotoGP ziet. Ze hebben een slankere pasvorm en zijn verlengd aan de achterkant, waardoor je rug volledig beschermd wordt in een racepositie. De voordelen van deze jassen zijn een hoger beschermingsniveau die niet in de normale textiel motorjas te vinden is. Deze jassen zullen ook veel comfortabeler zijn in een racepositie dan andere jassen, omdat ze meestal voorgevormde mouwen hebben en een extra elastiek aan de achterkant. De keerzijde van deze jas is dat ze vanwege hun pasvorm alleen op een specifiek type motor passen, dat ze meestal niet erg weerbestendig zijn en dat ze vaak ook de duurste in de lijst zijn. En qua zicht hebben veel sportrijders toch een voorkeur voor leer, omdat die toch onlosmakend verbonden is met sportmotors en racen. Nu je een idee hebt van welke jas het beste bij je rijstijl past, is het ook belangrijk om te weten welke pasvorm je moet hebben. De meeste motorjassen hebben 3 pasvormen. Je hebt de slanke pasvorm, de normale pasvorm en de racepasvorm. Een slanke of Europese pasvorm zie je het vaakst bij Europese fabrikanten zoals Alpinestar, Rivet of Dainese. Deze pasvorm zie je het vaakst bij sporttour of urban jassen, maar dit is geen vaste regel.
De normale pasvorm of stadsportsvorm zit iets ruimer aan de schouders dan bij de slanke pasvorm en zal er iets eenvoudiger uitzien. Als je op zoek bent naar een jas die met je figuur loopt en wat strakker aansluit, dan is de racepasvorm iets voor jou, met zijn voorgevormde mouwen en agressieve uitstraling. Nu je een idee hebt van welke jas en pasvorm het best bij je past, is het belangrijk om de juiste maat te kiezen. Hoewel dit per fabrikant of zelf per product anders is, zullen we een aantal tips doorlopen waar je rekening mee kunt houden. Allereerst is het altijd handig als je iemand bij je hebt die je wilt helpen om je maat op te meten en dat je voor het beste resultaat een meetlint gebruikt. Om je borstomtrek te meten moet je beginnen vanuit de oksel terwijl je volledig recht staat en de normale ademhaling aanneemt. Om je taille te meten moet je tot tegenstelling bij een broek je taille zelf meten. Dit is net boven je heupen. Om de mouwlengte op te meten wordt het iets ingewikkelder omdat dit kan verschillen per fabrikant. Bij sommige fabrikanten moet je van de bovenkant van je schouder tot je pols meten, wat meestal tussen de 50 en 60 centimeter ligt. Maar bij andere fabrikanten moet je vanaf de achterkant van je nek tot aan je elleboog meten. En dan vanaf je elleboog tot aan je pols, wat dan weer tussen de 60 en 80 centimeter ligt. Je moet natuurlijk ook in gedachten houden dat deze aantallen kunnen verschillen bij verschillende jassen en dat sommige groter of kleiner uitvallen dan je maat. Een zoekopdracht in Google voor een maattabel van je beoogde jas geeft ook direct al wat duidelijkheid. Bij twijfel kan je het altijd aan ons vragen in de live chat. Als je je perfecte jas hebt gevonden, vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen in onze webshop championhelmets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie kortingen in de productbundels. Zo heb je productbundels samen met een bijpassende broek voor een zeer aantrekkelijke prijs. En als je nog verdere vragen of hulp bij je bestelling nodig hebt, zitten mijn collega's voor je klaar in onze live chat. Nu je de verschillende jastypes, pasvormen kent en weet hoe je zelf kunt opmeten, ben je klaar om alles uit je motorrit te halen met de best bijpassende jas voor jou. Als je twijfelt tussen bepaalde jassen of je wilt er meer over te weten komen, kan je altijd onze verschillende individuele of vergelijkingsvideo's bekijken op ons YouTube-kanaal. Ik ben Joni van Champion Helmets en tot de volgende keer.